Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F124 Driver Carré Mode. Mijn naam is Jan Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 3 alweer hier in Canada. Maar heb jij die vorige video gemist in Australië, waar we onze eerste punt pakten? Dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan kan rechtboven het i'tje, klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Driver Carré Mode video's. Op dit moment hou ik het maar bij 1 video per week. Ik heb namelijk niet zoveel tijd om regelmatig op te nemen en in te spreken en te bewerken. Dus helaas, mocht ik meer tijd hebben, dan gaan we gewoon weer terug naar 2 video's per week op de zaterdag en de zondag. Maar goed, het is wat het is. En dan spoel ik de tijd hier even door. Komen een aantal updates op de auto. Dat zei ik, maar helaas is een update gefaald. Dat is minder. Moeten we dus kijken wat we daar aan kunnen gaan doen. Nico Hulkenberg is ook mooi bezig geweest, zie ik. Helaas hebben we daar te weinig R&D-punten voor. En even kijken wat dit dan mij gaat brengen. Jazeker, weer een aantal R&D-punten. 2 updates beschikbaar. 3 updates op de auto gezet. Goed gedaan. En het is tijd voor het raceweekend in Canada. Dus dat is heel goed gedaan. Super. En dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. Voornamelijk op de intermediates. Krijgen al gelijk een waarschuwing vanwege de tracklimit die we daar hebben overschreden. Eerste bocht verloopt wat te wijd. En de tweede bocht is ook niet goed genomen. Klein beetje corrigeren op de exit heeft gewoon wat rondetijd van mij gekost. Einde van deze eerste ronde in de regen in Q1. Daar heel licht die muur, eigenlijk zwaar die muur geraakt. Maar ik heb geen schade gereden aan de auto en dat brengt mij naar een 8e positie voor Nico Hulkenberg, dus dat is heel goed om te zien. Kijken of ik nog een ronde erachteraan kan gaan doen, want ik besefte niet dat ik geen overtakeknop had gebruikt. Doen we daar wel. Achterbanden gaan er wel aan. Flinke momenten corrigeren op het rechte stuk. En daar weer die muur aangeraakt. Maar geen voorvleugelschade gelukkig opgelopen. En de snelste sectortijd in sector 3 neergezet. Betekent dat ik naar een 11e positie ben teruggedrongen. Dus ik moet wel naar buiten voor een nieuwe rondetijd. Ik ben nog ongeveer 1,5 minuut op de klok. Al gelijk paars in sector 1 en 2 neergezet. 2,2 seconden sneller gegaan dan mijn eigen beste tijd. Nog ongeveer 30 seconden op de klok. En de overtakeknop gewoon aan laten staan. Naar start-finish. En dat betekent de snelste tijd. Uitslag van Q1. Prima tijd. 2/10 sneller dan Lando Norris. En Nico Hulkenberg is helaas niet door. Dat is jammer. Dan zijn we aanbeland bij Q2.
nog altijd op de intermediates. Omdat de baan nog nat is, de regen is er ook gewoon nog. En nog ongeveer 6 minuten op de klok. Een laatste positie voor mij, maar goed, ik heb nog geen tijd neergezet. Dus dat is wel logisch. En dat betekent de snelste tijd. En zijn 2/10 sneller dan Verstappen. Goed gedaan in Q2. Hamilton maar net door naar Q3. En Perez niet door naar het laatste deel. Nog altijd intermediate zijn de snelste banden op dit moment. En kijken of ik ook naar mijn eerste pole position toe kan rijden in mijn debuutseizoen. Het zou wel heel mooi zijn als dat gaat gebeuren. De AI staat trouwens gewoon nog altijd op 90. Ik heb dit niet gewijzigd. Nog ongeveer 8 minuten op de klok. Groen in sector 1 en 2 neergezet. En voorlopig een derde tijd. Achter Verstappen en Russell. Max heeft mij op 15e gezet. Doorverwezen naar een 4e positie omdat Hamilton na de tweede tijd is gesprongen. Nog ongeveer 40 seconden op de klok. En ik ben rood bij de Delta. Geel in sector 1. Klein beetje corrigeren op de exit heeft mij ook wat rondetijd gekost. Met nog ongeveer 20 seconden op de klok. Daar ben ik te wijd gegaan. Een track limits waarschuwing. Betekent wel dat ik wat tijd heb teruggesmokkeld bij de Delta. En laat de paars in sector 2 noteren. Vlag hangt uit in Q3. Nog altijd naar een 4e tijd. Max nog altijd op pole position. Niemand is naar buiten gegaan. Dus dit kan voor mij wel de gouden kans zijn om die pole af te pakken van Max. Zijn 3/10 sneller gegaan en ik denk dat het geen pole is. Omdat Max 15e sneller was dan mijzelf. Jazeker een tweede tijd. Al met al, toch nog een prima kwalificatie. Een tweede plek belooft veel goeds voor de race. Max op pole position. Hamilton naar 3. Russell 4. Dus betekent een goede startplek voor mijzelf en voor het team. En dus op naar de race en kijken wat ik daar dan dus kan gaan doen. Misschien kunnen we wel de overwinning pakken. Misschien dat Max gewoon sneller is. We weten het niet. Dus daar gaan we dan. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. It is a 2.7-mile circuit. There's a top speed of just under 200 miles per hour. We have the DRS zones, 14 turns, tight corners, a narrow track, a knowledgeable, enthusiastic fan base, and one of the best stops on the Formula One calendar. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position. And the professor completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Leclerc, Sainz, Norris, Gasly, Stroll, Ocon, Perez, Tsunoda, Ricciardo, Hülkenberg, Sargeant, Albon, Bottas, and Zhou Guan Yu. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway.
It's race day. It's going to be a thriller. I'm Alex Jakes. Alongside me is Naomi Schiff. Well, you never like to be brutal, but it's not been a good time of it behind the wheel. How does the driver turn the page there? Now, those final hours before a race, did you have a routine? Well, every driver certainly has their own way of preparing themselves before a race. But I can tell you that pre-race rituals are a real thing. When I was in go-karting, I used to touch every wheel in a specific sequence before I got into the kart. And then I stepped up to cars and had a specific set of fireproof base layers just for race day. So watch the drivers when they're on the grid. Some may be sitting on the floor and isolating, others may be up to other things that they do. But these little things really help their minds get ready for the race. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Dus de engineer verwacht van ons, van mij eigenlijk, nog een top 10 finish. Hevige regen, het wordt ook niet droger. Dus kijken wat we dus kunnen gaan doen vanaf die tweede plek. Met Verstappen op pole position. Hamilton op P3, Russell 4 en Piastri op P5. De formatieronde is van start gegaan. Betekent de banden op temperatuur houden. Nou, dat is informatie wat we al lang weten. Verstappen neemt die bocht wel heel wijd. Ik warm de achterbanden nog even extra goed op voor de start zometeen. We komen heel goed in onze gridpositie terecht. Goed gedaan, wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de derde aflevering van F1. 24 driver carré mode met Max op pole, onszelf op P2. Onze beste kwalificatie tot nu toe. Lampen gaan aan voor de grote prijs van Canada. 25 ronden lang zijn er te racen en ze zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg. Max leidt daar een klein beetje overstuur en hier aan die binnenkant bij Max neergezet. Jazeker, een wijd laten duwen en zo pak ik de leiding af van de landgenoot. Max heeft het al gelijk aan de stok met Lewis Hamilton voor P2. En ik heb het aan de stok met de auto. Die steeds wegglijdt op de tractie. En daar bijna die muur aangeraakt. We moeten het kalm aan gaan doen in deze race. We wachten ook niet dat het droog gaat worden. Dus ik ben bang dat we in deze race op de fullwets en de intermediates gaan rijden. Hamilton naar P2. Heeft Verstappen te grazen genomen. Hier ga ik een beetje wijd. Dat ziet Lewis Hamilton. Wat kan hij doen bij de hairpin? Kijk naar de binnenkant. Maar kan er niet voorbij. En ik snij die bocht af. Goed gedaan. We zitten einde ronde nummer 2. Begin ronde nummer 3. Als ik de snelste race ronde heb neergezet met een 1. 32-4. En Hamilton pakt die af met een 1-24-6. Ik laat een 1-25-1 noteren. Okay, so heavy rainfall here to stay for a while. Doesn't look like it's moving on anytime soon. Hevige regenval nog altijd op het circuit. Engineer denkt niet dat het gaat verdwijnen in deze race. Dus daar moeten we het helaas mee doen. Hamilton nog altijd op tweede positie. Gat is 14e. Niks aan de hand met de banden, zegt de engineer. Blijf voor ze zorgen. Moeten we ook zeker gaan doen. Geel in sector 2. Nog altijd Lewis achter ons. Max op P3, Russell 4 en Piastri nog altijd op de vijfde positie. Gat naar Lewis bedraagt nu ongeveer 3/10 en zit misschien te kijken voor een aanval voor de leiding. Maar kan er niet voorbij.
En dan ben ik de vierde ronde alweer ingegaan. 9 seconden voorsprong op Nico Hülkenberg. Daar klein beetje corrigeren bij de eerste bocht. En daar een flink moment corrigeren op de exit. Voelwets gaan er denk ik nu al aan. En Lewis Hamilton zit te kijken. Gat is 2/10. Vijfde ronde alweer. Nog 20 rondes te gaan in de race. Max heeft Hamilton ingehaald voor die tweede positie. Maar ik nog altijd aan de leiding in deze race. We stappen aan de buitenkant. Kan er niet langs. Ook Lewis Hamilton zit te kijken aan de binnenkant. Wordt geblokkeerd. Max aan de buitenkant bij de hairpin. Lukt normaal niet. En dit keer ook niet. En ik gooi gelijk de overtakenknop aan voor extra tractie naar dit lange rechte stuk toe. Verdedigen hier de buitenkant. Max kan er niet voorbij. En dan ga ik ronde nummer 6 alweer in deze race. Gat naar Verstappen is nu 1/10. Als ik naar binnen duik voor een nieuwe set fullwets. Ik denk dat heel veel jongens hetzelfde gaan doen. Want die achterbanden zijn eraan gegaan. Een prima pitstop, 2,5 seconden hebben we tijd gewonnen ten opzichte van Verstappen. Gat is nu 1/10, 3/10 zelfs. Is al wat groter geworden door de pitstops, dus daar ben ik heel blij mee. Nog 12 rondes te gaan in deze race. En Zhou is voor Verstappen gekomen. Dus die houdt Max een tijdje op. Wij zien daar Logan Sargeant rijden voor P9. En ik denk dat de rest nu naar binnen gaat voor hun laatste pitstop van de dag. Gat naar Verstappen is 2 seconden. En Hülkenberg is ook naar binnen gegaan voor een nieuwe set fullwets. En ik noteer de snelste raceronde met een 1:24.326. Gat naar Verstappen bedraagt nu 2,3 seconden. Waar komt George Russell? Die komt voor Verstappen weer de baan op. Dus Zhou heeft Verstappen zodanig opgehouden dat Russell voor Max weer de baan op kwam. En dat doel hebben we behaald. Goed gedaan, nog 4 rondes te gaan in deze race. Nog altijd leider in de wedstrijd. Mijzelf. Russell op P2. Gat is 17e. Max naar P3. Dat gat is ongeveer een seconde. Hamilton en Leclerc daar niet ver van verwijderd. Geel in sector 1. En als het zo zou gaan eindigen, dan pak ik hier mijn allereerste podium en raceoverwinning in Driver Carré Mode in ons debuutseizoen. Dat zou een bijzondere prestatie gaan opleveren. Het is daar geel bij de hairpin, denk ik. Jazeker, sector 3 geel. Er valt iemand uit en ik denk dat dat Carlos Sainz is. Of Charles Leclerc. Het is Carlos Sainz. Sainz uitgevallen in de race. En dat betekent een rode vlag. De rode vlag is uitgeroepen hier in Montreal. Omdat Sainz daar stil staat volgens mij. Sainz staat daar stil. Herhaling wat er met de Spanjaard is gebeurd achter teammaat Charles Leclerc. En hier verliest hij denk ik de motor. De Ferrari motor
doet niet meer mee. Eigenlijk de Ferrari auto doet niet meer mee. Maar goed, de motor houdt het voor gezien. En Sainz kapt ermee. 0 punten voor de Spanjaard. Met die rode vlag betekent dat ik dus van pole position mag gaan vertrekken. Even een korte uitleg wat die rode vlag inhoudt. Je mag dus dingen veranderen aan de auto. Bijvoorbeeld een nieuwe suspensie, andere banden, achtervleugel, voorvleugel mag worden gerepareerd. En daar kiezen we dan dus ook voor andere banden. Voor de intermediates. Dus nog 3 rondes te gaan. Iedereen op de inters. Lampen gaan aan voor nog 2 ronden racen in Canada. En ze zijn uit en we zijn weer onderweg. En wie komt er goed weg? Ik kom goed weg. Een goede start. We houden de leiding in de eerste bocht. Mooi. En nu is het gewoon deze ronden uitzien te rijden. En dan heb ik mijn eerste overwinning binnen. Zo simpel ziet de wereld er af en toe uit. Of Russell kan er goed in het eten gooien, maar ik ben bang van niet. Ik denk dat wij op de exit het gewoon winnen van die Mercedes. En ja hoor, wat zei ik? We winnen het op de exit. Wat kan Russell hier nog? Gat is ongeveer 17e. Ik denk niet zoveel. Russell komt tekort. Laatste bocht. En Russell komt tekort. Inderdaad, en zo pak ik mijn allereerste overwinning uit mijn carrière in mijn debuutseizoen. Een prima wedstrijd pakken. Niet snel als racepunt. Dat is jammer. Maar goed. Een uitstekend resultaat. Goed gedaan. En dan is het op naar de volgende race. What a great way to turn the situation around. And you know what they say? It's not about how you fall off the horse. It's about how you get back on it. And today they've done a great job of turning the page. And rectifying their wrongs. The quality and fantastic result of the Haas team will have been noticed by everyone out there today. You can see why everyone's taking them so seriously. These drivers will be hot property by the end of the season. Nou, hier was dan dus de uitslag van de wedstrijd. Ik win dus mijn eerste race. Goed gedaan. Russell naar P2 pakt dan het racepunt van ons af. We stappen naar 3. Hamilton 4, Leclerc 5, Alonso 6, Perez 7, Piastri 8, Norris 9 en Ocon op P10. Hulkenberg naar P14, 1 uitvaller Carlos Sainz en ik stijg naar een 6e positie. Hulkenberg nog altijd 18e met 0 punten en het team 5e plaats in het constructeurskampioenschap. Dat is heel goed gedaan. De ratings zijn wat gestegen. ...68 in overal, dus dat is prima, goed gedaan. Experience nog wat aan de lage kant, maar dat is logisch, want het is pas onze derde race. Racecraft, gewoon goed. Awareness, ook gewoon goed. De pace is 70, komt denk ik dankzij die kwalificatie en deze race. De focus is 66... Maar goed, daar kunnen we nog aan gaan werken. De recognition. Nog altijd 43% tegenover 57% van Nico Hulkenberg. De specialisten. Ook gewoon goed hoor. En dan hebben we hier een geheime ontmoeting met Visa Cash App RB. Die wil weer met mij onderhandelen. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende keer.
Ik ga deze video afronden. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 24 Driver Career Mode content. Ik probeer twee weken... Sorry. twee video's per week te uploaden. Maar soms gaat het niet. Dus ja, dan moet je het helaas doen met één video. Ik heb het nogal druk met werk. Dus, en dat gaat voor. Dus helaas pindakaas. En volg ik even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jinan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.